Midwives leading the way with quality care. Verloskundigen nemen het voortouw met kwaliteitszorg, is dit jaar het thema van de Internationale Dag van de Verloskundige, die op 5 mei is herdacht. In het kader hiervan organiseert het Diaconessenziekenhuis wederom de Nurses Week. De opening van deze week was op 5 mei en het loopt door tot 12 mei. Volgens het ziekenhuis staat het thema in het teken van de belangrijke rol die verloskundigen spelen in het leven van zowel moeder als kind. Ruth Mangrou, verpleegkundig directeur van het Diaconessenhuis, zegt dat het ziekenhuis naar aanleiding van het thema het project Samen Zwanger uitvoert. Waarbij de partner ook betrokken wordt in het hele proces. En het succes daarvan hebben we ook heel duidelijk gezien. Daarnaast weten we ook dat borstvoeding, dat gaat straks gepresenteerd worden denk ik, dat borstvoeding ook een heel belangrijk aspect is als het gaat om de zorg voor de zuigeling. En we weten dat borstvoeding de beste voeding is. Het geeft goede en sterke kinderen en het geeft een goede en een gezonde gemeenschap. Dus ik wil vanuit deze plek de verloskundigen aangeven dat we, jullie zijn een kleine groep in het Diaconessenhuis. Jullie doen een heleboel met die weinige handen die er zijn. Maar we appreciëren jullie heel erg dat jullie dat werk voor ons doen. Niet alleen voor ons, maar voor de totale Surinaamse gemeenschap. Verloskundige Felia Deekman hield een presentatie over het babyvriendelijk maken van het ziekenhuis. Er wordt nu gesproken over baby-friendly facilities. Het Diaconessenhuis heeft ter ondersteuning van dit initiatief een eigen slogan gemaakt, getiteld "Een standaard voor leven is borstvoeding geven." Deekman gaf verder aan dat iedereen die in het ziekenhuis werkt zou moeten weten wat babyvriendelijk inhoudt. Het is eigenlijk meer een instrument voor de gezondheidsinstelling om op zo'n best mogelijke manier zorg te verlenen in de begeleiding van ouders bij borstvoeding. Derde criteria voor als je jezelf in principe, als het ziekenhuis zich babyvriendelijk wil noemen, is dat we geen reclame mogen maken voor kunstvoeding en ook geen gratis probeerpakjes moeten geven aan ouders. Dus dat wil zeggen, we kunnen nergens pamfletten hebben met logo's en reclame van kunstvoeding voor Healthy Life, dat zie je soms gebruiken, ik kan de naam niet noemen, of samples geven aan ouders. Dus dat wil zeggen, we gaan vooral ook moeten letten op donaties. Wat krijgen we? Dat moeten we natuurlijk ook in de gaten houden. Het is leuk om een presentje te krijgen, maar we moeten wel in ons achterhoofd houden. Zijn we dan wel een baby-friendly hospital facility als we zo'n gift accepteren? Ook zwangere vrouwen zouden op de hoogte moeten zijn van de regels ten aanzien van de babyvriendelijke faculteit, benadrukt Deekman. Een onderdeel van de opening van de Nurses Week was het benoemen van een verloskundige van het jaar. Astranda Veldbloem. Tani. Astranda. Mag ik je uitnodigen? 2004. Ik zei 2010. Als eerst wil ik de heren daarboven bedanken voor de kracht die hij me geeft dagelijks als ik kom aan het werk. En ik heb het ook altijd gezegd, als ik aan het werk kom, laat ik alles van me thuis. Als ik kom werken, kom ik met mijn heel hart aan het werk. Ook al wat er met me gebeurd is, mijn werk heeft daar geen last van. De verloskundige gaf de aanwezigen mee om altijd te leren uit gemaakte fouten. En dat was Astranda Veldbloem. Zij is benoemd tot verloskundige van het jaar. Dit vond vandaag plaats bij de opening van de Nurses Week in het Diaconessenhuis.